Deze les gaan we het hebben over het aanmaken van en het gebruiken van macro's in een rekenbladomgeving. Een macro is eigenlijk een soort filmpje waar je een heleboel handelingen die je heel vaak moet verrichten kan opnemen om deze later automatisch te laten uitvoeren. Je kan dus een macro vergelijken met een filmpje die je slechts eenmaal hoeft op te nemen. Vanaf het moment dat de camera loopt voer je een aantal handelingen uit. En die handelingen die dan in dat filmpje worden vastgelegd, en die macro worden vastgelegd, kan je later eigenlijk opnieuw oproepen, kan je die macro terug aanspreken om die opdrachten later opnieuw uit te voeren. We gaan dat onmiddellijk eens illustreren met een voorbeeld. Ik heb hier een aantal waarden in mijn rekenblad staan en ik ga bijvoorbeeld beginnen met cel A3 te gaan kopiëren. Zo, de waarde 3 uit cel A3 wordt naar het klembord verplaatst. Ik ga vervolgens een macro opnemen, dat doe ik door menu extra op te roepen en ik kies macro en macro opnemen uit het submenu. Je krijgt een nieuw venstertje te zien waar je de opname terug kan stoppen, maar momenteel neemt de macro al je handelingen op die je op dit moment aan het doen bent. Ik ga nu het bereik A1 tot C3 gaan selecteren en ik ga vervolgens rechtsklikken en de waarde niet plakken. Maar plakken speciaal gaan kiezen. En ik kan hier een bepaalde waarde plakken met een bepaalde bewerking, bijvoorbeeld dat ik ga vermenigvuldigen. Wat gaat dit nu eigenlijk doen? Alle cellen uit mijn bereik zullen vermenigvuldigd worden met de waarde die in mijn klembord is opgeslagen, namelijk die 3, het cel A3. Als je op OK klikt, dan zie je dat de waarde mooi vermenigvuldigd wordt. Het is dus een heel eenvoudige handeling die we later wensen opnieuw uit te voeren. Ik ga dus nu mijn opname stoppen en die macro opslaan. Ik krijg nu dit venstertje te zien. Dit venstertje ga je gebruiken om je macrobibliotheek te gaan beheren. Hier kan je dus gaan kiezen tussen een aantal bibliotheken die gelinkt zijn aan jouw eigen macrobibliotheek die document onafhankelijk zijn. Je hebt ook een aantal macro's die standaard met OpenOffice meegegeven worden, maar je hebt natuurlijk ook van je eigen document, geen titel 1, dit is de naam van mijn document. Hier kan je op het plusje klikken om de standaard bibliotheek te openen. Je kan ook nieuwe bibliotheken naast die standaard bibliotheek gaan toevoegen aan een document, mocht je dat willen, om de macro's te gaan beheren en er een beter overzicht van te krijgen. We gaan beginnen met een nieuwe module te creëren binnen die standaardbibliotheek. Nieuwe module, die krijgt standaard de naam module 1. Dat kan je natuurlijk aanpassen naar je eigen wens. Ik ga het mooi op module 1 laten en ik klik op OK. En je ziet dat de module wordt aangemaakt onder de bibliotheekstandaard van mijn document. We moeten nu nog een macro naam gaan geven. Macro naam is momenteel main, dat ga ik eventjes veranderen naar plak en vermenigvuldig. Kwestie dat die naam herkenbaar is en dat ik eigenlijk in een oogwenk terugvind wat mijn macro precies is. Ik klik nu op de knop opslaan om mijn macro effectief op te slaan. Mijn macro is nu toegevoegd aan de bibliotheek. Stel je wilt later die macro terug gaan hergebruiken, je wilt die bepaalde handelingen terug gaan uitvoeren, dan kan je die macro gewoon terug oproepen via het menu extra. Laten we dat nog eens eventjes doen. Stel dus dat ik hier dit bereik terug wil vermenigvuldigen met 3, dan kan ik perfect die macro terug uitvoeren. Nu let op, het selecteren van het bereik hebben we gedaan door tijdens dat we het macro aan het opnemen waren. Dat wil zeggen dat de macro plak en vermenigvuldig toegepast zal worden op bereik A1 tot C3. Als ik dus hier gewoon mijn macro terug uitvoer, via macro's uitvoeren, ik ga in mijn bibliotheek zoeken naar die plak- en vermenigvuldig macro en ik voer die terug uit, dan ga je zien dat hij automatisch mijn bereik selecteert en automatisch vermenigvuldigt met 3, zijnde krijg ik deze getal. Stel dat je op een ander blad een andere reeks hebt staan, als volgt bijvoorbeeld, en je zegt van oké, ik wil graag dit bereik gaan vermenigvuldigen met 3, maar dan heb je eigenlijk pech, want die macro bevat ook het selecteren van A1 tot C3. Dat wil zeggen dat deze cellen zullen vermenigvuldigd worden met 3. Laten we eens eventjes illustreren. Extra macro's, macro uitvoeren. Ik ga terug mijn macro gaan opvragen
En ik iets uitvoeren. En dan zie je dat hij wel degelijk het bereik A1 tot C3 terug gaat selecteren. En alle cellen van dat bereik gaat vermenigvuldigen met 3. Nu, omdat de cellen hier in kolom B en C niet gevuld waren, dan krijg je niets maal 3 is natuurlijk een 0. Ja. Nu, die macro's worden aangestuurd door middel van een programmeertaal. Je kan die macro's natuurlijk, je hoeft je niet te kunnen programmeren om macro's te maken, maar het kan wel handig zijn als je wel het een en het ander af weet om zelf functies te gaan maken en macro's te gaan maken. Laten we eventjes terug de macro's gaan opvragen en bij het beheren ga ik de OpenOffice Basic gaan opvragen. Dat is een gedistilleerde vorm van Visual Basic. Dus als je met jullie kennis van visualbasic.net gaan jullie eigenlijk al jullie weg weten, wegvinden in de OpenOffice Basic. Je ziet ook dat je macro's in Python kunt schrijven, wat heel popbekend is tegenwoordig. Wordt heel veel gebruikt op universiteiten en hogescholen om te leren programmeren. Maar je kan ook Bean Shell en JavaScript functies gaan schrijven voor je macro's aan te sturen. Laten we eventjes kijken. De OpenOffice Basic macro's. Ik ga hier die plak en vermenigvuldigen. En ik ga die gaan bewerken. Je krijgt nu een nieuw formuliertje, een nieuw schermpje, met daarin de programmeercode van je programma. En je ziet hier, je herkent direct al een aantal zaken, namelijk hoe dat je declareert je variabelen, hoe dat je een methode gaat schrijven, hoe dat je argumenten gaat meegeven, enzovoort. Dus eigenlijk hier gaat hij mooi heel je macro uitvoeren. Dat is deze programmeertaal. Die kan je zelf volledig gaan aanpassen, volledig gaan herschrijven. En als je je weg wat weet in de programmeertaal, kan je ook je eigen macro gaan schrijven als programmacode. Als we terugkijken naar uw overzicht van de macro's, dan is het belangrijk om te weten dat wanneer je een document opslaat, dat alle macro's die opgeslagen zijn in het document zelf, dus niet in jouw macro's, of niet in de OpenOffice macro's, maar rechtstreeks in het document zelf, in de standaardbibliotheek. Al die macro's worden automatisch ook mee in het document opgeslagen en doorgegeven in het document aan een derde persoon wordt verzonden. Het is dus belangrijk om te weten dat sommige macro's natuurlijk ook een bepaalde veiligheidsrisico inhouden. Open dus enkel de macro's als je zeker bent van de maker en als je zeker bent dat de programmacode die uitgevoerd wordt wat degelijk legitiem is. Vaak wordt in andere Office pakketten een waarschuwing doorgegeven dat er macro's aanwezig zijn en afhankelijk van uw veiligheidsniveau, uw security level die ingesteld is in uw configuratiescherm, ga je die macro's al dan niet kunnen uitvoeren of zelfs openen. Vaak gaat hij gewoon het document niet willen openen als uw veiligheidsniveau te laag is. Te hoog is. Nu zou je een beter beeld moeten hebben van wat een macro is, waarvoor het dient en hoe dat je ook zo een macro kunt openen, beheren en opslaan.